Goedemorgen Mirai, welkom vandaag, dinsdag 25 januari 2021. Goedemorgen. Goedemorgen, we zijn weer even bij elkaar om te kijken van, wat kunnen we nog voor nieuws delen met elkaar? En laten we maar gelijk beginnen. Wat vind je van de huidige situatie in de samenleving? Ja, ik vind het eigenlijk bijzonder interessant. En dat is eigenlijk omdat er zo ontzettend veel gebeurt. Natuurlijk hebben we al een hele verandering ingegaan sinds de coronatijd. Maar je merkt nu met die Omicron-situatie dat er eigenlijk... het lijkt voorbij te zijn. En daardoor lijkt er een heel groot licht te gaan schijnen voor iedereen. Dat we denken, we mogen weer. Maar ergens heb ik het idee dat er nog een heel groot zwaard boven ons hangt, wat nog een keertje naar beneden gaat komen. Dus ik ben daar een beetje voorzichtig op de komende maanden, wat er nog meer gaat gebeuren. En dan denk ik bijvoorbeeld voornamelijk ook aan inflatie. Die rete hoge inflatie op dit moment, die wellicht ook gewoon gemaakt is door de overheden, omdat er natuurlijk door alle maatregelen... zijn dingen duurder geworden, voornamelijk door het terugdraaien van het gas. Maar wat de inflatie voornamelijk doet, is dat het wel de tegenstelling in onze samenleving nog groter maakt, want het wordt nog duidelijker wie er in armoede leeft en wie er in rijkdom leeft. En de groep die in armoede leeft, wordt steeds groter. Als je nu ineens twee keer zoveel moet gaan betalen voor je elektriciteit, ja... Dan kan dat zijn, de keuze zijn van, ja, moet ik mijn elektriciteit aanzetten of moet ik mijn kinderen voeden? Dus die groep mensen in armoede, die wordt steeds groter. En ik verwacht eigenlijk dat daar best veel onrust uit gaat komen. Ja, want dat lijkt me niet echt geen keuze eigenlijk. Als je moet kiezen tussen het voeden van kinderen of je elektriciteit aan. Want beide zijn natuurlijk eigenlijk gewoon basisbehoeftes. Ja, klopt. Hoe zie jij dat dan verder om op te lossen of mee om te gaan? Heb je daar nog tips voor of ideeën over? Wat we in eerste instantie zouden moeten, kom ik weer met mijn moeten aan? Nee, wat de overheid het beste kan doen is gewoon voedsel gratis maken. Of tenminste voeding, in ieder geval gewoon groente. Of gratis of goedkoop, dat in ieder geval iedereen beschikt over voldoende eten. En ook dat de arme... Ja, de mensen in meer armoede gesteund worden, in ieder geval deze winter, om hun gasrekening te betalen. Maar er zou gewoon een basis, zou er veel meer moeten gebeuren om de economische situatie van mensen gewoon meer gelijk te trekken. Want we zijn zo uit balans aan het raken. 10, 20 jaar geleden kon je nog met één inkomen een huis kopen. Nu heb je daar al twee inkomens voor nodig. Dus we zijn als samenleving zijn we eigenlijk steeds armer aan het raken. Alleen we hebben het niet door. En dat is nu wel echt iets wat nu naar boven komt. Dat de armoede die wij zelf hebben gecreëerd, die komt nu bovendrijven. En daar zou echt flink op in geïnvesteerd moeten worden. En dat is dus gewoon door verdeling. Herverdeling van de rijkdom. Waarom kost een appel voor iemand in de bijstand een euro en kost diezelfde appel ook 1 euro voor iemand die miljonair is? Waarom vinden wij het niet normaal dat mensen die echt veel geld hebben, dat zij meer betalen voor een normale boodschap, zodat mensen die geen geld hebben, minder kunnen betalen? Überhaupt, waarom vinden wij het normaal dat mensen soms gewoon 5 ton per jaar verdienen? Dat is eigenlijk gewoon crimineel als je bedenkt dat van dat geld wat zij hebben, of wat zij eigenlijk nemen uit de samenleving, dat daar heel veel mensen van kunnen eten. En dat zij die kans niet geven aan die mensen die het zo hard nodig hebben. Dus ja, het allerliefst zou ik zien dat dat iedereen een toegankelijkheid heeft tot de basisbehoeften, maar ook dat er duidelijk een norm komt in ieder geval, dat als je te veel verdient, dat dat crimineel is. En dat het dus gewoon not done is om meer te verdienen dan een bepaalde norm die we met z'n allen vaststellen. Oké, dat laatste lijkt me nog een beetje moeilijk om in te voeren, zeg maar. Ja. Het eerste wat je zei over de distributie van voedsel voor mensen die allerlaagste inkomens hebben en die daar echt helemaal in vast gaan lopen nu. Want hoe zie je dat dan? Ik ben heel praktisch ingericht. Dus hoe zie je dat dan? Ik moet gelijk denken aan voedselbanken. Denk je zoiets weer? Of?
Hoe zie je dat voor je? Want je hebt het over nu, hè? Je hebt het niet over toekomst, maar je hebt het gewoon echt over nu. Ja, nu, in het hier en nu, zou dat een prima oplossing zijn. En toch ook weer niet, want ik denk niet dat de voedselbanken toereikend gaan zijn als er een grote groep meer mensen in armoede gaat leven. Ik denk dat er dan te weinig voorzieningen zijn, want voedselbanken draaien bijvoorbeeld ook op vrijwilligers. En ergens houdt dat natuurlijk gewoon een keertje op. Veel beter zouden we naar een systeem kunnen gaan waarin mensen zelf mogen afrekenen bij de kassa wat ze hun boodschappen waard vinden. En dat wel een duidelijke indicatie wordt gezet natuurlijk van als je zoveel verdient verwachten we een beetje dat, dit bedrag, om even bij die appel te zijn. En dat iemand dus boodschappen doet en die zegt van nou, ik heb veel te besteden, dus ik betaal een tientje voor die appel. En iemand anders die zegt ik heb helemaal niks te besteden, die betaalt een dubbeltje. En uiteindelijk als het goed is, krijg je dan een systeem waarin wel alle kosten worden gedekt en waarin ook gewoon de winkel kan blijven draaien. Het is natuurlijk een hele ideale gedachte, idealistisch ook. Want het is, denk ik, nog een hele omslag voor zowel consumenten, mensen die dat in een hoger segment en wat meer te besteden hebben. Die zeggen, ja, ik ga daar niet meer voor betalen. Dat, sommige mensen denken nog zo, terwijl ze daar een ander mee zouden kunnen helpen. En dat geldt natuurlijk ook voor die supermarkten dan. Want wat je hebt over kosten, het moet allemaal nog wel kostendekkend blijven. Ja. Ja, een ander systeem, dat hebben ze in Italië. Dat is ook een mooi systeem, dat is Pay It Forward. Dat is voornamelijk in cafeetjes. Dan kun je dus, als jij koffie bestelt, kun je zeggen van, nou, ik neem een koffie voor mezelf, maar ik neem ook eentje Pay It Forward. Dus dan betaal je een extra koffie die je niet zelf nuttigt. En als er dan iemand komt die geen geld heeft en toch koffie wil drinken, die kan dan vragen of er een koffie over is, zeg maar. En dan heb jij als het ware voor die persoon betaald. En dat zou met boodschappen natuurlijk ook gewoon kunnen. Ja. Dus je zegt van, nou, ik betaal dit, maar ik betaal 20 euro extra voor iemand die gewoon anders gewoon geen geld heeft om rond te komen. En dan kunnen de supermarkten dat zelf bijhouden op een of andere manier. Ja, ja, dat klinkt wel heel mooi inderdaad. En ook niet heel onwerkelijk. Ik zou me ook gewoon kunnen voorstellen dat ik dat zou doen inderdaad. Maar dan denk ik niet aan, dan denk ik meer aan de lokale supermarkten, denk ik. Want ik hoor mensen al zeggen van, ja, dat heeft met vertrouwen te maken. Want waar blijft mijn geld? Dan wordt het echt wel goed besteed. Ja. Dus dan denk ik meer aan lokale supermarkten, leveranciers, slagers, dat soort dingen. Niet zozeer die grote winkelketens. Daar zou ik dan iets minder vertrouwen in hebben. Maar dat ligt misschien aan mij. Ja, dat denk ik ook wel. Dat weet ik niet. Misschien kunnen ze dat ook wel heel goed registreren. Want uiteindelijk, supermarkten zijn lokaal. Het is niet dat die lokale supermarkt natuurlijk volgende maand ergens anders zit. En het personeel is meestal ook gewoon lokaal gestationeerd. Dus in theorie zou dat prima kunnen. Maar uiteindelijk gaan we toch steeds meer toe naar lokaal eten. Lokale voedsel wordt weer lokaal gekocht. Verkocht ook. Dus dat systeem is eigenlijk al aan het ontstaan. Dus het zou mooi zijn als dit er een beetje ingewoven wordt in het lokale systeem. En ja, helemaal mooi, zeg maar, als je het en gaat stimuleren, is dat je natuurlijk zegt, we doen alleen de lokale producten. En daar kun je extra voor Pay It Forward voor betalen en die kun je opnemen. Ik denk dat het inderdaad, want dat zie je natuurlijk steeds meer bij lokale boerderijen, waar je van alles kunt halen. Dat is veel persoonlijker. En ik denk dat het daar het snelste zou kunnen gaan werken. Maar niet zo bij een of andere grote supermarkt. Maar wel, denk ik, bij de lokale boer, waar dan er steeds meer mensen naartoe gaan natuurlijk. Als je daar een extra potje neer zet. Hè, die mensen hebben natuurlijk ook een andere visie. Die zijn natuurlijk al veel meer van het verdelen en het verbinden en... Nou, ik vind het wel goed. Ik ga hem meenemen, want ik ken wel wat mensen in mijn omgeving. Ik denk, het wordt ook een beetje spread the word, denk ik. Van, hé, zo kunnen we het ook doen voor elkaar. Ja, weet je, daar begint het mee. Het begint gewoon bij het idee. En dan is er iemand wellicht die dat kan uitwerken. En dan hoeft het nog niet eens precies op deze manier te gaan. Maar meer praktische methode. En uiteindelijk krijg je dan een heel mooi concept als je dat samen zo ontwikkelt. Ja, dat kan ze natuurlijk steeds verder uitbreiden. Ja. Maar iemand mee te beginnen. Ja. Ja, wat mooi. Dat klinkt dan wel weer positief. We moeten het uiteindelijk ook met elkaar doen, hè? Ja, klopt. Ja, en wat vind ik nog meer van deze tijd? Wat ik zei al, van, weet je, ik voel echt zo'n zwaard. Ik heb ook het idee dat er nog zware tijden aankomen. Vooral in het voorjaar.
Dat wordt nog best heftig. In welk opzicht? Ja, in welk opzicht? Ik denk dat het voelt wel alsof het te maken heeft met geweld. En dan hoop ik niet dat dat zo is. Maar ik kan me voorstellen dat, weet je, zeker nu die armoede toeneemt. Dat mensen er op een duur klaar mee zijn en gewoon de straat op gaan om te eisen om een beter beleid. Natuurlijk is er nu natuurlijk ook de situatie bij Oekraïne. Waarin Rusland en Amerika elkaar zijn aan het aftroeven. En dat maakt me ook wel zorgen. Want ik vind eigenlijk dat wij als Europa gewoon goede vrienden moeten zijn met Rusland. Natuurlijk kun je van alles vinden van het beleid van Rusland wat wij horen. Maar er zijn ook zoveel dingen in Rusland die gebeuren die wij niet horen en waar we geen weet van hebben. Dus ik geef het maar nog ook de positieve dingen bedoel je? Want positieve het is dingen, negatief, ja. Het kan niet alleen maar slecht zijn. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Nee. En we zijn afhankelijk van Rusland voor gas, maar ook voor andere dingen. En Rusland is ook afhankelijk van ons. Dus we kunnen beter gewoon verbinden en gewoon vragen, wat hebben jullie nodig om jullie goed te voelen? En wat hebben wij nodig? En dan kijken hoe we elkaar kunnen versterken in positieve zin. Ja, dat klinkt ook heel mooi. Ben jij al bereid om Rutte zijn plaats in te nemen of niet? Ja hoor. Nou ja, trouwens, nee, op dit moment niet. Want het klimaat is zo giftig. Dat er wordt zoveel... mensen worden zo snel neergemaaid en beledigd en bedreigd ook. Dat ik het wel heel moedig vind van degenen die nu allemaal in de politiek zitten. En ook wetenschappers en dergelijke, alle publieke figuren. Dat zij zich wel durven uit te spreken, want ze krijgen een hoop shit over hen heen. Ja. En dat is wel iets waarvan ik steeds vaker denk, nou, dit is niet de wereld waarin dat zou moeten zijn eigenlijk. Eigenlijk zouden we gewoon heel anders met elkaar om moeten gaan. Ja, dat is ook nog niet het moment voor jullie om mee instappen als het al zou kunnen. Het is wel duidelijk dat jullie daar inderdaad een heel ander beeld over hebben. Maar dit is natuurlijk nog wel de situatie waar we mee hebben te dealen. En die nog wel eventjes de dienst uitmaken nu. Dat blijft natuurlijk wel lastig. Ja. En een beetje tenenkrommend af en toe. Ja. Ja. Maar hoe is het met jouw gezondheid? Want ik begreep dat je niet helemaal lekker was. Hoe zit het nu met jou? Oh ja, klopt. Ik heb corona. Oké. Dus dat, ik ben inderdaad, wat is het? Gewoon 2 dagen op bed gelegen en daarna gaat het wel weer een beetje nog verkouden. Hoor je ook aan mijn stem volgens mij? Ja. En goed, weet je, het standaard verhaal eigenlijk van kom binnen via de kinderen en dan word je zelf ook ziek, net zoals ieder ander griepje. Mm-hmm. Alleen wat wel opvallend is, is dat mijn man dus ook klachten heeft. En hij kreeg 5 dagen na mijn klachten. Maar hij is dus negatief getest. Hey. Terwijl hij helemaal niet ergens anders is geweest. Ja, weet je, we moeten boodschappen halen, dat is het, maar verder niet. Dus de kans dat het iets anders is dan corona is 0. Eigenlijk. Maar dat is dan apart dat die PCR-test dan negatief is? Ja, want het is heel apart dat zijn PCR-test negatief is. Oh ja, zet je dan weer grote vraagtekens bij die testen, hè? Ja, dat zeker. Dus of hij is immuun, maar hij heeft wel klachten. Maar ja, dan denk ik ook, weet je, als je nu, wie dan ook, als je nu nog geen corona hebt gehad, dan ben je gewoon immuun en dan zou je gewoon allemaal, eigenlijk zou die PCR-test gewoon, of die QR-code gewoon helemaal afgeschaft moeten worden. Mm, want de mensen die nu nog niet ziek zijn geweest, die hebben gewoon een fantastische weerstand. En de mensen die wel ziek zijn geweest, die hebben natuurlijk een bescherming. Dus ja, hoe je het ook went of keert, iedereen heeft bescherming. Ja, het is wat. Ik hoop dat het snel voorbij is. Er zijn de geluiden wel naar, maar goed, we moeten het altijd maar keer weer zien. Ja. En afwachten wat er gaat komen. Maar ondertussen bouwen jullie nog steeds, of timmeren jullie nog steeds aan de weg. Ik zag dat er nu Rob van der Sloot was aangeschoven als waarnemend penningmeester en kandidaat bestuurslid. Ja, klopt. Ja, we hopen hem in de volgende AOV hopen we hem te mogen verkiezen. Of tenminste dat de leden dat doen natuurlijk.
Het is nog Wanneer even is die? Weet je dat al, die algemene ledenvergadering? Nee, we wachten nog op de statuten. Onze statuten die moeten gewijzigd worden, liggen bij de notaris. Maar de notaris heeft het erg druk. Dus het is even afwachten wanneer we de statuten krijgen. Als we de statuten hebben, dan maken we direct een of plannen we direct een ALV in en dan wordt dat allemaal geregeld. Ja, oké. Okay. Ja. En daarnaast zijn we ook nog met andere leuke dingen bezig, want we hebben nu, heb ik al, ik weet niet of ik dat echt verteld heb, maar ik noem het zelf de Hemera, maar ik heb begrepen dat het de Hemera moet zijn. De Hemera-politiek, dat is onze visie, zeg maar, hoe wij politiek willen bedrijven. Dus dat is eigenlijk bij alles wat je beslist en kijkt, sta je even stil van, is dit een keuze die het daglicht kan verdragen? Is het goed voor de mensen en voor het planeet? En gaan we er allemaal op vooruit? Is dit echt een integere beslissing? En daarbij is het ook, dat is zeg maar, dat zijn de voorwaarden waarop wij ons besluiten nemen. Maar ook in onze communicatie willen we het anders doen. We willen niet in debat gaan, we willen gewoon in gesprek gaan. Gewoon verbindend. Wat vind jij? Wat is jouw mening? Weet je, waarom vind je dat zo belangrijk? Wat ligt erachter? Wat heb jij nodig om gelukkig te kunnen zijn? Of om te kunnen leven zoals jij wilt leven? En wat heb ik nodig? En hoe kunnen we samen zorgen dat dat we het best eruit halen van ons allebei? Ja, heel mooi. Dus eigenlijk heel kort van wat dient mij, wat dient jou? En hoe kunnen we dat neerzetten? Ja, weet je, dat is ook een gesprek met Wilders bijvoorbeeld. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Om hem de vraag te stellen, hoe komt het dat jij zo tegen de islam bent? Wat heb jij nodig om, wat is jouw angst daarin? Of wat is jouw pijn? En op het moment dat je die angst snapt, dan kun je wellicht hele andere, kun je een heel ander gesprek voeren dan alleen maar over een hoofddoekje wat nergens over gaat. Ja, dan heb je eigenlijk het waar je elke keer op terugkomt, hè, dat verbinden. En niet uitsluiten, maar elkaar vandaan duwen, maar juist elkaar verbinden. Want hoe kunnen wij die verbinding tot stand brengen? Is alleen maar als ik weet wat er in jou omgaat en wat voor jou belangrijk is. Ja. Dan kunnen we daar wat mee, dan kunnen we in ieder geval naar kijken dan. Ja. 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 Okay. Ja, wel niet altijd kunnen natuurlijk. Soms heb je wel visies die elkaar echt uitsluiten. Ja. En dan is het gewoon misschien de ene keer jouw visie, de andere keer mijn visie, of gewoon wat het beste op dit moment. Maar kunnen inderdaad dingen ook gewoon niet naast elkaar bestaan, vraag ik me dan af. Ja, vaak ook. Vaak kan dat wel. Ja. Ja. Oké, nou we hadden het ook over de vorige keer, want je hebt dit al wel genoemd, niet zo uitgebreid, maar vorige keer hebben we dit inderdaad ook wel genoemd. En ik had even gekeken, want wat je ook hebt genoemd is het lichtkabinet. Mm-hmm. En dat is elke derde maandagavond in de maand. En dat vond ik zo mooi, had die tekst erboven gezet van Ruud Lubbers. Als de samenhang in de politiek gaat ontbreken, komt het volk om. Ja, klopt. Ja, dat heeft Van gedaan. Die leidt het lichtkabinet. En het was afgelopen maandag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er niet bij was. Maar ik heb hele positieve verhalen gehoord. Dat het... Het was heel fijn. Oké, super. Dus het is inderdaad wel een aanrader. En hierbij de uitnodiging aan alle leden om vooral mee te doen. De volgende staat gepland op 21 februari. Ja. Om 8 uur. Ik zal het linkje hier onder het YouTube-filmpje even zetten. Vermelden. Ja, het is voor ons ook nieuw. Want het is via de Hemera-politiek, zeg maar. Wat wij hadden bedacht hoe wij willen zijn. En dan gaan we dus in gesprek over onderwerpen. Om juist die verbinding te zoeken en... op die manier die onderwerpen te belichten en daaruit ook een keuze te laten ontstaan. Van wat als wij nou in de Tweede Kamer hadden gezeten, welke keuze hadden wij gemaakt? Ja, ik denk dat het een mooie toetsing is. En dan weet je ook gelijk wat er leeft en wat er belangrijk is voor in ieder geval de mensen die daaraan deelnemen en hun stem laten horen. Ja, klopt. Ja, ja. En we hebben ook nog, Joyce, voordat we het vergeten, woensdag, iedere derde woensdag van de maand, hebben we het kinderkabinet. Oh ja. Dus dat is woensdagmiddag om 2:00. En dan luisteren we naar kinderen en naar wat zij vinden over de wereld. En wat hun mening en visie is. En dat nemen we op in in ons beleidsplan. Dus hun stem wordt gehoord en dat gaan we invullen. Ja, mooi.
Heb je daar al voorbeelden van? Van wat kinderen genoemd hebben? Ja, dat is zo mooi. Want kinderen zijn heel... Ze denken soms gewoon heel anders. Wat ik net zei over die appel bijvoorbeeld. Er kwam ook een meisje kwam daar mee. En een andere jongen die... vond dat het wel fijn zou zijn als ze in boomhutten kunnen leven. Ja. En natuurlijk is dat heel breed. Of tenminste, een boomhut, denken wij als volwassenen, nou, wat moet je nou met een boomhut? Maar als je dat loslaat, die boomhut, en denkt van ja, we zouden best wel wat meer creativiteit in onze woningen mogen brengen. En het niet allemaal zo strak moeten realiseren dat alles hetzelfde eruit ziet. Ja. Ik denk dat dat, als we dat een beetje die kant op gaan bewegen, dat er hele mooie creaties kunnen komen die er totaal anders uitzien. En waar mensen misschien nog wel veel gelukkiger mee kunnen zijn. Ja, als het je eigen creatie is en je bent wat vrij in de invulling of de uitvoering daarvan, dan wordt het ook veel meer kleurrijker en veel meer bij de persoon, veel meer eigen ook, denk ik. Ja. Ja. Nou, mooi. Ik had het net over plaatsen van YouTube-filmpjes. Daar zoeken we nog iemand voor, hè? Want we hebben iemand gehad die heel mooi editte en een intro en een outro eraan vastplakte. Maar dit is gelijk maar even een oproep als iemand kijkt en die daarbij zou willen helpen. Dat vinden we heel mooi, hè? Om een beginstukje en eindstukje te hebben aan elk stukje film of YouTube. Dat zou fijn zijn. En degene die, die editte, die is gestopt omdat hij een fulltime baan heeft. Dus hij heeft er geen tijd meer voor. Ja. Dus we zijn nog op zoek inderdaad naar iemand die dat wil doen. Ik denk dat het ongeveer 4 uurtjes in de maand is. Ja, het is niet zo heel veel tijd in de maand. Nee. Nee. Nou, ik denk dat we al heel veel hebben benoemd wat we wilden benoemen. Is er nog iets wat jij wat je nog wil zeggen? Wat wil je aanvullen? Ja, eigenlijk wel. Want we zijn al een tijdje bezig om initiatieven te verzamelen. We hebben het al eerder over gehad, hè? De nieuwe samenleving die begint te ontstaan. Er zijn zoveel mooie initiatieven die op dit moment de grond uitspringen. En wij willen die initiatieven graag verzamelen. Nu roepen we dat al een tijdje en we hebben een app waar we ze op verzamelen. We verzamelen ze in de mailbox waar we ze binnenkrijgen. Sommige staan al op de website. En nu willen we ook initiatieven ruimte gaan geven in onze nieuwsbrief. En wellicht ook dat we ze nog meer bekendmaken. Misschien ook via de blog, dat mensen over hun eigen initiatief kunnen bloggen. Dus bij deze een oproepje eigenlijk van, heb je een mooi initiatief waarbij de nieuwe mens past? Laat het ons weten, dan kun je een klein stukje schrijven in de nieuwsbrief. Nou, dat is mooi zeg. En dat zijn bestaande initiatieven. Er zijn nog niet zeg maar, de plannen voor, maar dat zijn echt bestaande, al uitgevoerde... Het kan ook wel plannen voor zijn, maar het moet wel bij onze visie passen natuurlijk. Ja, Maar ik hoor ook inderdaad wel van initiatieven van mensen die zeggen van nou, ik ga een nieuwe school oprichten en dat is pas in september. Die initiatieven die zijn eigenlijk ook al, want die bestaan. Weet je, zodra je een idee hebt en denkt van ik ga hier serieus wat mee doen, heb je een initiatief. Ja, precies. En is het dan dat je een platform wil bieden om mensen met elkaar te verbinden? Wat is je doel van het plaatsen? In de nieuwsbrief. Ja, sowieso om bekendheid te creëren. Want weet je, als je allemaal losse initiatieven hebt waar niemand wat van af weet, dan vind je allemaal hetzelfde wiel uit. Maar je kunt ook niet samen één grote vuist maken naar, naar bijvoorbeeld de overheid die er nu zit. Dus we willen eigenlijk inderdaad een platform bieden, zodat mensen... zodat we het woord kunnen verspreiden, in dit geval de initiatieven. Dat mensen zichzelf kenbaar kunnen maken waar ze mee bezig zijn. Wellicht andere mensen inspireren. En wellicht groeit het tot iets groters dat we echt duidelijk verschillende initiatieven kunnen verzamelen. En dan één groot beleidsplan ervoor schrijven of zo. Of daarmee naar de overheid stappen. Of ik weet het allemaal nog niet. Maar dit is in ieder geval voor ons een wens dat we dat willen gaan doen. Ja, het heeft te maken weer met van wat leeft er in de samenleving, wat zijn de wensen? En daar kun je natuurlijk je beleid inderdaad op aanpassen. Ja, klopt. Ja, en het gaat heel anders als je zegt van nou, er is één school die opnieuw wordt opgericht. Of er zijn 200 scholen die nieuw worden opgericht. Weet je, dan heb je een heel ander gesprek. Ja, ja ook die mensen met elkaar te verbinden. Dat, wat je hebt over wiel uitvinden, dat is inderdaad een beetje zonde van de tijd en leren van elkaars ervaringen, zeg maar. Van hoe kan het en hoe kan het beter?
Dat is natuurlijk super. Ja. Geweldig. En mensen kunnen ook die nieuwsbrief krijgen als ze geen lid zijn van partij De Nieuwe Mens. Staat het ook op de website? Kun je daar iets, of is daar een aparte pagina voor waar je die initiatieven op gaat verzamelen? Of dat zover ben je nog niet? We kunnen een initiatief doornemen. We zijn trouwens geen partij meer, maar gewoon De Nieuwe Mens. Ja. We kunnen het sturen naar contact@denieuwemens.org. Ja. En op onze website, heeft trouwens een nieuwe URL-code gekregen. Het heet nu ikkiesvoorverbinding.nl. Daar kun je wel iets vinden nog, maar we zijn nog niet zo ver dat het heel uitgebreid op onze website staat. Maar het is wel het streven om dat te gaan doen. Ja, precies. Ja, want dan wordt het buiten de nieuwsbrief om nog duidelijker zichtbaar, denk ik. Ja, klopt. Ja, top. Mooi, mooie initiatieven. Ja. Toekomstgericht, een nieuwe toekomst. Daarom. Ja, ja, nou daar worden we blij van. Dat zijn berichten. Hè? Ja, ik hoop dat die wereld gewoon heel snel komt. Dat zou mooi zijn. Ja, ik denk dat er een heleboel mensen daar al klaar voor zijn. Ja, en een heleboel mensen het nog niet weten, nog niet zien. Maar als we dit inderdaad, als je via de initiatieven, via nieuwsbrief, website, meer bekendheid aan gaan geven, dan gaat het ook voor andere mensen die het nog niet zagen, kan het ook veel meer gaan leven. Ja. Mooi. Nou, dan als dit het was, dan dank ik je weer even voor je tijd en het interview. Ja, jij ook bedankt. En de kijkers bedankt voor het kijken. En dan zou ik zeggen, heel graag tot een volgende keer. Misschien over een maand alweer. Dus kijken hoe we dan ervoor staan. Ja, dat is goed. Doe maar. Oké. Fijne dag nog allemaal en tot dan. Hey, doei. Doei.